I support Willem Frederik Schultz. Dat was natuurlijk niet echt. Al zou het wel heel erg cool zijn. Wat wel echt is, zijn de volgende mensen. En de redenen waarom zij Willem Frederik steunen. Ik stem Willem Frederik. Ik steun Willem Frederik. En waarom? Omdat Europa een duwtje in de rug verdient. Omdat hij open, progressief en op lange termijn durft te denken. Ja, ook iemand is met twee voeten in de maatschappij en hij luistert naar uw problemen. Omdat hij het liberale hart op de juiste plaats heeft. Om onze liberale waarden en de democratie te verdedigen. Omdat dat een toffe KD is. Die gewoon durft dromen, maar die dromen ook omzetten in beleid. Een man met het hart op de goede plaats. Kansen geeft aan jongeren. Empathisch, charismatisch. Ik vertrouw hem en jullie kunnen hem ook zeker vertrouwen. Omdat hij zich wil inzetten voor veiligheid en klimaat. Want hij is iemand die tenminste zegt waar het echt op staat. Omdat hij met een vernieuwende blik naar Europa kijkt. Om mee te zorgen dat er minder maar betere regels worden uitgevaardigd. Omdat hij doet wat hij zegt. Omdat hij een politicus is die wel met anderen kan samenwerken. Een echte debater. Woord, wederwoord. Omdat hij naast een toppoliticus ook een zeer empathische persoon is. Gezien zijn oprechte strijd voor politieke vernieuwing. Omdat hij altijd zal vechten voor uw waarden. Die weet wat hij zegt en hij kan het nog goed zeggen ook. We hebben nood aan meer volbloed liberalen zoals Willem Frederik. Dit was slechts een greep uit de vele filmpjes die ik de afgelopen dagen bij Willem Frederik zag binnenkomen. En, ah ja. Ook ik steun Willem Frederik. Om 1001 redenen die niks met politiek te maken hebben, maar de volgende twee wel. Hij heeft een oprecht interesse in mensen, wil iedereen helpen. Maar twee, hij heeft ook ontzettend veel geduld. Met mij, met onze kinderen, maar ook met aan politiek doen. Hij zal nooit opgeven en hij is uw stem daarom meer dan waard. Stem Willem Frederik.